Yo boys, Kampersk hier en welkom bij een nieuwe video. Het is weer tijd voor SBC's in FIFA 20. En vandaag zijn er drie nieuwe Scream SBC's uitgekomen. Graveyard Knights, eigenlijk Nobody Cares. Gewoon een badge van een rat dat je kan krijgen. En een Tifo shit. Ik denk niet dat iemand daar echt mee bezig is. En twee voor pakketjes. Niet de beste pakketjes, maar je krijgt er toch weer iets voor. Ik heb ze al ingevuld. Laten we meteen claimen. Oké, submit squad. Hoppa, weg ermee. En dan deze ook nog claimen. Oh, kut. Ik had die blijkbaar in twee staan. Even kijken. Maakt op zich niet uit wie dat we er hier in flansen. Hoppa, ik denk dat het volgens mij ook kan. Oké, misschien ook niet. Even kijken, center midden. Jongens, I fucked it up. Oké, let's go. En een pakketje. Laten we het meteen open doen. We verwachten er eigenlijk niks van. But you never know. Jumbo Gold Pack. Oké, laten we beginnen met de Jumbo Gold Pack. Come on, EA. Give us something nice. Deze is al niets. Marega. Misschien zit er nog wat squad fitness of zo. Nee, squad fitness. Badge. En een transferlijst en de rest houden we bij. En dan dit pakketje. Come on, EA. Let's go! Dit is sowieso bordjes. Fransman. In het midden. Kom man. Nice. Jongens, ik ga eens even kijken wat dat hier waard is momenteel. Koeman. Hinchley Koeman. 7.1k. Op zich niet slecht. Wie weet wat zit er nog in. En Vardy. Jongens. Koeman 7.1. En Vardy 7k. Oké, jongens. Dit pakketje is weer goed. En een Champions League kaart. Die ik al heb. Dus, Oké, ik heb die untradable. Oké, jongens, dit waren mijn rewards. Op zich zeker niet slecht. Laat me ook zeker weten in de reacties onderaan wat jullie hebben gekregen. Bedankt voor het kijken en zie jullie in de volgende video. Ciao.